Deze jongen, dat noemen wij de loper, en dat is de steen die de straatruim aangegeven wordt door die assen die jullie beneden, dus door de plafond hebben, slechts twee keer vermalen. Daar houden we dus een vrij grove structuur over van de mosterd, oude molen. Waar de meeste mensen doen. Laat ons bidden. Luister, Heer, naar ons gebed, nu wij een beroep doen op uw barmhartigheid. Ge hebt de ziel van uw dienares, Miep Oudehoven, geroepen. Thank you.
maar is een beetje nat. En bij deze is die een geweldige foto. Ja. We hebben niks. 1. Het volgende nummer. 22. Nog 2, Gerda. 6. Hallo. Zie je? 59. 28. Waar zal ik een vegel van? Ja, steek even door. De eerste, de beste, joepie! Die wagen zit er wel. Zit aan. Dankjewel.
En ik denk dat menig jongerenorganisatie in Limburg heel erg jaloers zal zijn op dat wat hier gerealiseerd is. Met de behulp van de gemeente, uiteraard, maar zeer zeker ook met hulp van al die vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben. De bestrating die ligt er fantastisch bij, maar is er nog niet helemaal af, maar dat hoort erbij. Vandaag openen we en ik ben blij dat ik dat samen met Wil Verberg, die zich heel hard heeft ingespannen om dit te realiseren, samen met wethouder Gele, om vandaag hier samen met hem de openingshandeling te verrichten. En dat doen we symbolisch door de pin eruit te slaan, niet erin, maar eruit. En dan gaan we naar binnen, naar de hal. Ik wens de jeugd van Velde heel veel zinvol plezier en ook gewoon plezier hier in het nieuwe JFK-gebouw. Herman Peters, verklaart u Janno Meijer als echtgenote aan te nemen en belooft u de verplichtingen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt getrouw te vervullen, wat is hierop uw antwoord? Ja. Janno Meijer, verklaart u Herman Peters als echtgenoot aan te nemen en belooft u de verplichtingen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt getrouw te vervullen, wat is hierop uw antwoord? Ja. Beste mensen, wij de laatste keer officieel gaan staan in deze allerlaatste officiële raadsvergadering. En aan het begin van deze vergadering, waarin we samenkomen om de belangen van de gemeente Artsen en Velde en haar inwoners te dienen, spreken wij daarop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen en mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging met oprechte waardering voor elkaars mening. Ik wens u een vruchtbare vergadering toe. Tanja Evelien, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest. Hem hebt gij gevoed en in uw armen gedragen. In vreugde en verdriet heb gij hem grootgebracht. Zo wilt gij ook onze moeder zijn. Mogen hij je geven dat je spoedig zijn woord kunt verstaan en je geloof kunt beleiden tot eer van God onze Vader. Kom maar dames, gewoon doorgaan met vegen. Niet treuzelen, gewoon doorgaan. Ja. We komen nog een fruitschaal aanbieden van de Vrouwenbond. Fijn. Voor zieken en hoogbejaarden. Fijn. Is dit de eerste keer hoor? Ja. De eerste keer, omdat ik 84 ben geworden. Nou, dan houden we dat, nog, 15, houden we dat nog 15 jaar vol. Zeggen vanavond wel, denk ik, mensen van goede wil, rond een kind dat pas geboren is, weerloos, machteloos, enkel toekomst, geheel en al belofte.
Het is kerstmis, dit is kerstmis, en dus niet het waarom. Maar in hoest hier de kerstboe en bezing stille nacht. Is het kerstledig toes, dan is dat heel wat wit. Want de kerst in de mensen brengt de vrede. Ja, zo gaat het.